Je hebt altijd gezegd, de kleuters die gaan uitsterven, die gaan nooit stoppen. Maar ik wou toch liever 5 jaar te vroeg stoppen dan 2 jaar te laat. Ik wil je, blijf bij me, hou van me. Toen we de laatste noot speelden van het Sportpaleis 6 jaar geleden, dacht ik van oké, dat is het. En dan ging ik van het podium en dacht van nee, dat is het niet. Ik bedoel, de gasten gaan sowieso terug te nemen spelen. Voor mij was dat echt definitief. Ik heb er echt geen jaren niet aan gedacht om terug te beginnen. Waarom ook terug spelen? Omdat, raar genoeg, allee, dat de jaren dat we niet gespeeld hebben, dat de vraag om terug te spelen, werkelijk niet meer te stoppen. Allee, ik overdrijf niet. Ja. Wekelijks 3 mensen zeggen, oh, speel toch terug, ga toch terug spelen. Dan werd er regelmatig wel geschreven van, zouden we niet terug? Zeg, maar weet je wat? De dag dat de Jan onder de 100 kilo weegt, dan gaan we terug optreden. En hij belt mij een maand of 6, 7 later, denk ik. Hij zegt, Walter, geef het aan je pand. We zullen moeten gaan spelen, want ik weeg 86 of zoiets. Ja, zoiets, ja. Ja, 86 kilo. Heel nijdig. We spelen heel scherp. Precies 1979. Dat is heel plezant. En we zijn een jonge, frisse groep op een of andere manier. Ja, maar echt. We zijn een frisse groep. Van het moment dat ze beginnen te discussiëren over de nummers, dan ben ik weg. Dan ben ik weg. Want ze discussiëren al 40 jaar over die nummers en al 40 jaar zijn die hetzelfde. Dus ik heb zoiets van, ik ga stilletjes al weg en dan kom ik terug en dan is dat meestal hetgeen wat dat was. Is zo plezant dat ik kijk er echt naar uit. Allee, ik kan moeilijk voor iedereen spreken, maar ik heb dat gevoel wel dat we echt naar uitkijken om eruit te kunnen beginnen. Het is nu zo plezant dat we nu pas beseffen dat we dat vroeger beter veel meer hadden gedaan. Hè? Want het is zo plezant.